Veilig Thuis Flevoland krijgt meer geld van de Flevolandse gemeenten. Dat laat wethouder Vroukje de Jonge van Almere weten. Veilig Thuis Flevoland is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio. De organisatie krijgt 600.000 euro extra, zegt Vroukje de Jonge. Het totale bedrag is gewoon om te zorgen dat Veilig Thuis kan doen waar ze voor zijn. Namelijk de veiligheid van mensen, volwassenen en kinderen in de regio en dus ook in Almere zoveel mogelijk in de gaten houden. De zes gemeenten honoreren daarmee een verzoek van Veilig Thuis Flevoland. Die organisatie vroeg in november om extra budget. Hard nodig, zegt de jongen. Uit recente cijfers blijkt dat er, vooral in Almere, veel meldingen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. Volgens het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, zijn er 880 meldingen per 100.000 inwoners. Dat is heel zorgwekkend en geeft ook aanleiding tot veel actie en prioriteit. Wij weten dit al een tijdje. Het geldt voor kindermishandeling, maar kindermishandeling maakt eigenlijk onderdeel uit van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is relevant omdat onder kindermishandeling valt ook kinderen die aanwezig zijn bij geweld tussen hun ouders. Dan hoeft het geweld hun niet per se zelf te betreffen, maar het enkele feit dat je opgroeit in een huishouden waar bijvoorbeeld je moeder regelmatig met geweld geconfronteerd wordt, maakt al dat je een melding wordt bij Veilig Thuis als kind. Omdat dat natuurlijk ook voor kinderen heel schadelijk is. Waarom het aantal meldingen van kindermishandeling in Almere zo hoog is, is niet duidelijk. Daar doet de gemeente onderzoek naar. We zien ook wel dat de hoogte verschilt per wijk. Dus we zijn het aan het onderzoeken in die twee stadsdelen waar de cijfers het hoogste zijn. Op zoek naar een verklaring. En met een verklaring heb je ook misschien een haakje waar je wat aan zou moeten doen. Kijk, we weten dat er een aantal triggers zijn voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Die gelden altijd. En dan moet u denken aan problemen met schulden. Stress, schulden, verslaving, werkloosheid. Dat zijn eigenlijk de vaste elementen waarvan we weten dat dat een trigger is voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Op sommige gebieden scoren we in Almere hoog. Schuldenproblematiek komt hier vaak voor. Mensen ervaren misschien wat vaker stress omdat we heel veel tweeverdieners hebben met een drukke agenda. Maar ook veel mensen die in niet vaste banen zitten. Nou, dat geeft ook stress. Maar dat zijn allemaal wel een beetje, nog niet echt stevig onderbouwde argumenten. Maar dat zijn in ieder geval triggers. En daarnaast is natuurlijk het simpele feit dat wij per 100.000 inwoners relatief veel jonge gezinnen hebben met kinderen. Dat kan ook een deel de verklaring zijn. De gemeente Almere zet er naar eigen zeggen alles op in om het aantal meldingen te laten afnemen. We hebben een heel programma, Geweld hoort nergens thuis. Daarin concentreren we allerlei verbeteringen en versterkingen op het terrein van aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daar gaan we begin maart de resultaten van tonen. Er loopt een onderzoek naar de oorzaken. We hebben extra geld gegeven aan Veilig Thuis. We besteden op allerlei manieren aandacht aan campagnes die het zoeklicht zetten op dit probleem. We hebben net afgesloten twee weken lang Orange the World, hè, waarbij ruim 40 bedrijven en organisaties zichzelf oranje hebben gemaakt om het probleem van geweld tegen vrouwen en meisjes aan de orde te stellen. Dus op die manier proberen we echt, het is echt een hoofdpunt van ons beleid, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het extra geld voor Veilig Thuis Flevoland geldt voor zolang het nodig is, zegt de jongen.